Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Bewolking boven Nederland en een gebrokkeld weerbeeld boven de Noordzee. Nou, die bewolking met die opklaring komt onze kant op en uit die wolken vallen ook winterse buien. In de ochtend is het in het oosten nog meest droog. In de rest van het land van tijd tot tijd een bui met kans op hagel, natte sneeuw en misschien ook een klap onweer. Temperaturen 2, 3, misschien 4 graden en vanmiddag komt er hoog het graadje bij. De wind waait zwak uit het zuidwesten in het binnenland. En in de kustgebieden is de wind noordwestelijk en meest matig. Ook vanmiddag houden we buien. Vanavond beperken de buien zich weer hoofdzakelijk tot de kustprovincies in het westen van ons land. Landinwaarts is het overwegend droog met wolkenvelden. Hier en daar een opklaring en vanavond de temperaturen dicht bij nul. In de nacht kan het een graadje vriezen. Morgen wordt het 1 tot maximaal 6 graden. Het warmst in het noordwesten. Het is op de meeste plaatsen droog. Hier en daar een beetje zon, maar vaak ook nevel of hardnekkige wolkenvelden. Zaterdag begint op dezelfde manier in de loop van zaterdag neemt de kans op regen van het noordwesten uit toe en in het oosten en zuidoosten kan ook natte sneeuw vallen. Door het zaterdag 1 tot 7 graden vanaf zondag is het duidelijk een heel stuk zachter. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.